op de Slangenburg gaat er een herinrichting plaatsvinden. En dat wil zeggen dat we de bestrating omhoog gaan brengen. Beplantingen wordt gerooid en ja, we gaan weer een mooie frisse uitstraling geven. Op deze kaart zie je wat er nieuw gaat worden. De bestrating gaat eruit. Er komt ook een zogenaamde rode loper in. De rode loper is een nieuwe bestrating van ja, klinkers die in de bestrating worden aangebracht. Een mooi voorbeeld van hoe dat er al aangebracht is terug te vinden op de Pijnenburg. Nieuwe ontwerp zijn zoveel mogelijk wensen van, en opmerkingen van de bewoners meegenomen, zodat we ja, ook voor de toekomst een wijk hebben waar de bewoners tevreden over zijn. De werkzaamheden worden nu uitgevoerd door de gemeente, omdat we vanuit de gemeenteraad, vanuit het college, ja, toch wel een mooie zak geld hebben gehad om extra werkzaamheden te doen in de stad. En ja, dat ziet u echt op heel veel andere plekken in de stad, bijvoorbeeld naast u, de wijk naast u, de Pijnenburg. Het verkeer gaat straks de wijk uit via de asfaltpaden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. En de eerste fase gaan we via de pad vanaf de Bekenstein naar de Jumbo. En in de loop van 2017 krijgen we ook nog de aansluiting aan de andere kant van de wijk. Dus ongeveer ter hoogte van huisnummer 144 en 255 kunt u de wijk op een goede manier verlaten. Bewoners kunnen straks de buurt in en uit via de aangelegde asfaltpaden. En de fietsers kunnen daar eventueel ook wel gebruik van maken. Maar die adviseren we juist om de bruggetjes naar de Pijnenburg en de Bekenstein te gebruiken. Ja, in het kader van toch een stukje veiligheid scheiden van de twee rijdende van de bewoners. Dus fietsers alsjeblieft via de bruggetjes en de auto's via de aangelegde paden. Dan moet het helemaal goed komen. De automobilisten staan weer op het punt dat ze op dit punt ja, echt de wijk uit kunnen. En, het is wel smal, maar ik denk dat het moet lukken. In de bermen worden rijplaten neergelegd en dan kunnen de automobilisten op een goede manier de wijk uitrijden. Fijne dag. De werkzaamheden zijn op de Slangenburg gestart. En de verwachting is dat de werkzaamheden duren tot ongeveer juli 2017. En ja, dan ziet de Slangenburg er weer mooi en opgefrist uit. Op de website van de gemeente Dordrecht kunnen de bewoners meer informatie vinden. En onder andere staat daar ook de fasering van de werkzaamheden aangegeven.